Van Dijk dus, met zijn prachtige, met mooie Sukhoi 29. Sukhoi is een vermogen van 400 kilogram, met een gewicht van zo'n 750 kilogram. Een lende met aerobatics vliegtuig. Het toestel kan hebben plus 12G en min 10G. Het toestel is gebouwd in 1994 en door ontwikkeld door de Sukhoi-prijzen heeft het toestel weggehaald in de jaren 80 en nog steeds een unlimited aerobatic competitie binnen het vliegtuig. Nog even wat gegevens over het toestel: 7 meter breed, of 7 meter lang, 8 meter breed. En een leeggewicht van zo'n 760 kilogram. Maximum startgewicht zo'n 1100 kilo. En de snelheid die is gewoon level 4. Van A naar B. Van 95 km per uur. De stoomsnelheid. De laagste snelheid 110 km per uur. En het ferrybereik is zo'n 965 km. Plafond. De hoogte die je kan halen met het toestel ongeveer zo'n 3000 meter. Stijgsnelheid 18 meter per seconde. Dus dat is wat langzamer als die extra 300 die de 420 had. Ja, die Steven van Dijk, die kan er nog met zijn Sukhoi 360 pk radiale motor die ervoor zit. Vermogen van zijn 400 pk. Prachtig mooi. Mooi geel toestel. En zometeen naar de Sukhoi. Krijgen we de 5 en 16 take-off gaan van Tokyo. Hier overkomen. In de stream. Take-off, middel. Ik ben een vliegbandje. En het lijkt allemaal zo makkelijk. Hangen daar zijn propeller, gooit hem om, trapt hem om met zijn voeten, huppakee, naar beneden en dan draaien. Steven van Dijk, en een met een leuk afscheid door Evenhoek, even met zijn vluggen.